dan schuif ik af en toe gewoon over de microfoon. Dan schuif ik met de microfoon. Ja. Ja? Ja. Maar we hebben hem ook nodig als jij gaat binnen. Dus we moeten iemand hebben die steeds in de weer loopt. Of je dit daar te halen. Oh, dus nee, maar je kan, anders doe je dat met deze microfoon. Okay. Ja? Deze doet het sowieso. Dus dan gaat Gerard op. Nou, die heeft een hand. Maar is dat vandaag? Laten we dat doen. Ja. Ja. Toch? Ja, zegt anders. Ja, dan doen we dat. Ja, prima. Doet het? Oeh. Hij doet het.
mezelf en thuis. Ik sta ook aan, hoor ik nu, dat is heel fijn. Nou, nogmaals fijn, welkom allemaal bij deze Jan-meeting. Even een beetje op een andere manier. Ik sta hier samen met Christian op de vleugel. En dus de liederen zijn, ja, het is allemaal een wat kleinere setting, maar dat is het er zeker niet minder om, hopen we dan maar. De teksten zijn nu niet in beeld, komen niet in beeld, maar die komen in de live chat onder de livestream op YouTube. Daar kunt u het gewoon meevolgen. En ja, welkom en een hele fijne dienst. Door uw woord en geest mijn hart.
volgende nummer is Nieuwe Wijn. Dat is Nieuw Wijn vanuit Hillsong in het Nederlands. Dus komt vast bekend voor. In het breken, in verdrukking, maakt u steeds weer nieuwe wijn. In het stof geef ik mij over, Heer, u geeft mij nieuw terrein. Dus ik geef mij nu volledig in uw hand. Ik vertrouw op u en niet op mijn verstand. Maak mij een offer, maak mij uw instrument. Maak mij tot wie u wil dat ik ben. Ik had niets te geven, maar u geeft mij alles, Heer. Door u komt er nieuwe wijn uit mij. In het breken, in verdrukking, maakt u steeds weer nieuwe wijn. In het stof geef ik mij over. Heer, u geeft mij nieuw terrein. Heer, u geeft mij nieuw terrein. Maak mij een offer. Maak mij tot wie u wil dat ik ben. Ik had niets te geven, maar u geeft mij alles, Heer. Door u komt er nieuwe wijn uit mij. Door u komt er nieuwe wijn uit mij. Door u komt er nieuwe. Want in mijn hart brandt vuur voor u. Waar nieuwe wijn is, is nieuwe kracht, is nieuwe rijkdom. Ik zie uw koninkrijk hier door mijn oude vuren. Want in mijn hart brandt vuur van u. Maak mij een offer, maak mij uw instrument, maak mij tot wie u wil dat ik ben. Ik had niets te geven, maar u geeft mij alles, Heer. Door u komt er nieuwe wijn uit mij. Door u komt een nieuwe wijn uit mij. Door u komt er nieuwe wijn uit mij. Ik zal met jullie bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we weer in uw huis mogen zijn. Dank u wel dat we weer mee mogen luisteren, thuis of waar we ook zijn. Dank u wel dat
u niet aan plaats gebonden bent, maar dat u wereldwijd werkt. Vader, ik wil u bidden als we zometeen uw woord openen, blaas er met uw geest doorheen. Laat het woorden van leven zijn. Ik wil u bidden voor Gerard. Wilt u hem zegenen als hij zometeen uw woord zal brengen? Wilt u hem een instrument laten zijn in uw hand? Wilt u geven dat hij door uzelf gebruikt wordt, dat hij zo gevuld is met uw geest, dat hij een boodschap voor ons allen heeft? Dank u wel dat we mogen bidden in de wetenschap dat u naar ons hoort. Dank u wel, grote God. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Vanavond kijken we naar een bepaald aspect van het Koninkrijk van God. Namelijk dat God gebruik maakt van onderwijs. En dat onderwijs richting geeft aan ons leven en ons te binnen brengt door de Heilige Geest wat Hij met ons leven voor heeft. We hebben Hem ook gevraagd om instrument te zijn in zijn Koninkrijk. En als we lezen wat Paulus daarover schrijft, dan gaat het eigenlijk over een estafette in het Koninkrijk van God. Van generatie op generatie wordt doorgegeven wie God is, hoe Hij werkt en wat we ook van Hem mogen verwachten. En Paulus die schrijft dan, hij is zelf geen vader, maar hij wel een geestelijk kind. Iemand die door hem tot geloof gekomen is. En hij schrijft dan aan Timotheus, mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen, die ook weer geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Onderwijs door de generaties heen gaat niet zonder lijden. Telkens weer is het Koninkrijk van God bedreigd. En we lezen in Exodus 2 voor het eerst dat dat op grote schaal gaat gebeuren. Het volk Israël, als de nakomelingen van Jacob, die zijn in Egypte. En er is een hele belangrijke bloeiperiode geweest onder leiding van koning Jozef. Maar dat is al op dat moment al heel lang geleden. En dan zijn de dingen helemaal omgedraaid. In plaats van een bevoorrechte positie zijn het slaven geworden. En dan lezen we in Exodus 2. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind. En ze hield het verborgen 3 maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. En zij ontdekte de mand tussen het riet en liet door een van haar slavinnen die halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze, dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind vragen, zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor mij. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. En toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, zei ze, want ik heb hem uit het water gehaald.
Mozes, die een naam krijgt van een vreemde vrouw, tot die tijd heeft hij eigenlijk helemaal geen naam. Krijgt 4 jaar onderwijs van zijn eigen moeder. Daarna wordt hij gehersenspoeld door een vreemde cultuur en een andere godsdienst. En je vraagt je af, wat blijft er dan over van wat hij geleerd heeft van zijn eigen moeder? Tot onze grote verrassing zien we dat Mozes gebruikt wordt als middel in Gods hand om grote dingen te doen. En het heeft alles te maken met een keus die Mozes maakt. En daarover lezen we in Hebreeën 11, als het gaat over de estafette van onderwijs. Dan lezen we in Hebreeën 11 dat Jozef, de koning, daar eigenlijk ook al mee begonnen was. We lezen in Hebreeën 11, vers 21, door het geloof kon Jacob op zijn sterfbed zijn beide zonen van Jozef zegenen en daarna knielde hij neer, steunend op de greep van zijn stok. Door het geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan ook mee te nemen. Door hun geloof konden Mozes' ouders hem na zijn geboorte 3 maanden verborgen houden. Ze vonden hun kind erg mooi en belangrijk en waren niet bang voor het bevel van de koning. Door zijn geloof weigerde Mozes zelf, toen hij volwassen werd, aangesproken te worden als zoon van de dochter van de farao. Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van God, dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde. Omdat hij uitzag naar de beloning, waardeerde hij de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van de koning. Hij volhardde, als zag hij de onzienlijke. En zo heeft hij later ook het paasfeest ingesteld en het volk uit Egypte kunnen leiden naar het beloofde land. Het is belangrijk om te zien vanavond wat de impact is, de invloed is van onderwijs. Onderwijs dat gegeven wordt van generatie op generatie. En juist omdat het zo'n heel spannend gebeuren is, want het lijkt vaak alsof het plan van God helemaal vastloopt en gaat mislukken. Als je kijkt naar de geboorte van Mozes, dan kon het niet op een slechter moment plaatsvinden dan toen. Wat ik net al zei, eerst was het volk Israël bevoorrecht, hadden ze een eigen stuk land. En ze waren ook bevoordeeld omdat de koning van Egypte wel heel goed begrepen had dat Jozef, de koning, ervoor gezorgd had dat er voorspoed was ondanks de hongersnood. Maar als dat al heel lang voorbij is en er komt een nieuwe koning in Egypte die dat allemaal niet heeft meegemaakt, ziet hij juist in de groei van die familie, dat Hebreeuwse geslacht, een groot gevaar. En dan begint de narigheid. Eerst denkt hij, ik kan dat volk wel klein krijgen door de mannen dood te laten werken in een slavenkamp. Maar God zegent het volk en het gaat niet gebeuren. Dan gaat het van kwaad tot erger. En komt er een plan van genocide door middel van kindermoord. Alle Joodse jongetjes moeten gelijk al in de kraamkamer door de vroedvrouwen worden gedood, maar die weigeren dat. Dan zegt de koning, oké, iedereen in Egypte mag weten dat hij gerust een Joods jongetje in de Nijl mag gooien. Ook al ben je dan een soort NSB'er of zo, die andere kinderen aangeeft. Maar dat mag. Voer voor de krokodillen. En in die tijd wordt Mozes geboren, terwijl je dan alles tegen hebt en God zegt, maar wacht even, ik heb een plan. In die zwartste nacht gaat toch het vuur van de hoop door, omdat er onderwijs is gegeven. Omdat er van generatie op generatie de belofte is doorgegeven, de belofte die God aan Abraham had gegeven,
die meegegaan is naar Jacob, die doorgegaan is naar Jozef. En Jozef heeft een heel duidelijk getuigenis gegeven. Hij zegt, ik wil hoe dan ook niet in Egypte begraven worden, want God heeft beloofd dat wij als volk weer teruggaan naar het beloofde land. En daar moet ik echt begraven worden. Dus laat mij tot die tijd klaarstaan om straks meegenomen te worden. En dat onderwijs geeft de ouders van Mozes de kracht om tegen het bevel in van de koning toch hun kind te beschermen. Zij geloven daadwerkelijk in die belofte van God. Zij geloven daadwerkelijk in het plan van God dat dat door zal gaan. Onderwijs waardoor ze zich niet laten intimideren door een wrede koning. En dat is prachtig, dat ze dan ook weten hoe gevaarlijk die buitenwereld ook is. Dat Mozes, als hij geboren wordt, wel in een heel liefdevol gezin wordt geboren. En die ouders ook hem beschermen tegen die buitenwereld. Zij zien in Mozes een prachtig kind. Nou vinden alle ouders dat, hè? Maar zij begrijpen ook wel dat dit een bijzonder kind is, net zo goed als dat Jozef een bijzonder kind was en een leider werd van zijn volk. Let dan op wat er gebeurt. Deze ouders geloven de belofte van God dat zij een bijzondere opdracht hebben in de wereld. En dat ze dan ook begrijpen door de Heilige Geest dat je dan als ouders niet werkeloos toe kunt kijken als er gevaar dreigt. Maar dat je dan zegt, oké, ons huis is in ieder geval een onderduikadres. Zoals Joodse kinderen in de Tweede Wereldoorlog ook onderdoken en onderdak kregen bij anderen. En dat lukt hen, 3 maanden lang. Maar dan begrijpt iedereen wel dat dit een onhoudbare situatie is. En wat dan? Dan sta je toch als ouders met de rug tegen de muur. En wat gaat er dan gebeuren? Wie van de twee begon er het eerst over? Amram, de vader? Of Jochebed, de moeder? Als je Exodus leest, dan lijkt het wel alsof de moeder het voortouw neemt. Alsof zij tegen Amram zegt, maar weet je nog wel wat God ons verteld heeft over Noach? In de tijd van Noach was dat water ook een doodsrivier. Zoals de Nijl nu ook een doodsrivier is als dreiging voor onze zoon. Weet je nog hoe God toen redde? God gaf toen toch een opdracht om een ark te bouwen? Als God ons nu de mogelijkheid geeft om ons kind door middel van een ark door het water heen te redden. Dat kan toch? Laten we van papier eens een ark maken. Er staat ook letterlijk in de grondtekst. We hebben het altijd over een biezenmandje. Het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want er staat in het Hebreeuws staat er het woordje teba. En teba, dat is dezelfde naam die ook de ark van Noach had gekregen. Zo werd hij aangekondigd. Ik snap eigenlijk niet waarom dat in onze vertalingen niet ook zo is terechtgekomen. Laten we een ark maken voor onze Mozes. En laten we dan bidden of God hem door dat water heen zal redden. En dan rijpt er een plan. Mensen die luisteren naar God worden creatief door de Heilige Geest om een oplossing te zoeken waar geen weg is. Je staat met de rug tegen de muur, maar het onderwijs helpt hen om een plan te maken zoals mensen in de Tweede Wereldoorlog een verzetsplan maakten. Alles moest goed kloppen. Een arkje maken, besmeren met pek en teer. In de rivier leggen als de vondeling. Maar niet uit de wanhoop, zoals wij ook vandaag nog lezen van vrouwen die uit wanhoop hun kind te vondeling leggen. Maar deze ouders doen dat niet vanuit wanhoop, maar vanuit hoop. Wie weet, zal God onze Mozes redden?
En ze maken een plan. Mirjam is erbij betrokken. En Mirjam moet precies daar zijn dat ze een oogje in het zeil houdt. En Mozes wordt in het riet gelegd. En precies zoals ze hadden gedacht, wordt Mozes gevonden door de dochter van de farao. Van wie ze misschien wel weten dat de dochter van de farao andere ideeën heeft over het leven dan haar vader. Ze ziet dit kind, ze wordt met ontferming bewogen. En juist dan komt Mirjam naar voren. Ze zegt natuurlijk niet, dat is mijn broertje, wil je er wel van afblijven? Maar ze zegt, u heeft natuurlijk wel iemand nodig die dit kind kan voeden. Zal ik dat voor u zoeken? Een Hebreeuwse vrouw of zo? Ja, goed idee. Ze wordt er notabene zelf ook nog voor betaald. En deze moeder krijgt 4 jaar lang de tijd om dit kind op te voeden. Zo staat het ook in het Nieuwe Testament, in Handelingen 7, in Hebreeën 11. Mozes krijgt 4 jaar de tijd om gevormd te worden door het onderwijs van zijn moeder. Je vraagt je af, wat hebben Jochebed en Amram aan dit jongetje geleerd? Het was een pinteventje. Dat blijkt later ook wel. Maar je hebt maar 4 jaar de tijd om dit kind te vertellen wie God is. Wat het plan is van God met je leven. Hebben ze verteld over die koning Jozef, zijn voorvader? Hebben ze verteld over Abraham en de belofte die God aan Abraham en aan het hele volk had gegeven? Het is als het ware zaad dat gezaaid wordt, als een soort basis die meegegeven wordt aan dit jonge kind. 4 jaar lang. En dan komt dat afschuwelijke moment dat je geen enkele moeder ooit zal wensen. Het kind dat jij gebaard hebt. Het kind dat jij verzorgd hebt. Dat jij geleerd hebt dat er een God is in de hemel die over jou waakt. Moet je meegeven aan een vreemde vrouw die denkt, ziezo, dat pintere kind wil ik wel graag gebruiken. Het is een soort prestigeobject van de prinses. Ik heb dat kind uit het water gehaald. Daarom noem ik hem Mozes. Het is niet een adoptie om Mozes een betere toekomst te geven. Het is een gedwongen adoptie die te maken heeft met hersenspoelen. Want alles, maar ook alles in het leven van Mozes moet eigenlijk hem doen vergeten wat hij tot dan toe heeft geleerd. Ander huis, een paleis, ander eten. Andere gewoonten, andere goden, alles is doordrenkt van allerlei afgoden. Je wil niet weten wat voor afgoden de Egyptenaren erop nahielden. En ook al word je dan opgevoed met een geweldige kennis, voor die tijd dan, prachtige dingen. Mozes die dat als het ware ook helemaal indringt. Hij wordt helemaal meegenomen in die roes, in dat andere leven, in dat andere bestaan. Maar je bent wel weggerukt uit jouw eigen liefdevolle familie. En dat is een wond. Een wond in je hart. En die wond in je hart kan niet worden weggespoeld door een prachtige carrière. Die wond in je hart kan niet weggehaald worden, ook al kun je nog zoveel presteren. Die wond in jouw hart kan niet wegnemen dat je je toch hoe dan ook niet thuis voelt in heel die weelde van Egypte. En als Mozes groter wordt en dan na gaat denken, wie ben ik nou eigenlijk? Ben ik dat Joodse kind? Of ben ik die Egyptenaar? Ben ik nou degene die gewaardeerd wordt om wat ik allemaal kan? Omdat ik legeraanvoerder ben geworden in het leger van de farao. Omdat ik allerlei dingen heb geleerd op de universiteit in Egypte. Of ben ik een geliefd kind van die hemelse God? Nou, dat is Mozes niet in de koude kleren gaan zitten. Die strijd, die komt op een gegeven moment helemaal naar boven. Als hij met die positie
eigenlijk ziet wat er met zijn volk. Hij voelt dat ook als zijn volk gebeurt en hij slaat de Egyptenaar dood. En de Hebreeënbrief zegt, Mozes heeft daarmee een keus gemaakt. Een keus gemaakt vanuit het onderwijs dat hij meegekregen heeft in die eerste 4 jaar van zijn leven. Toen hij eenmaal in die gouden kooi van die farao terechtkwam, had hij geen gelegenheid meer om zich nog te verdiepen in wie de God van Israël was. Hij moest het echt doen met wat hij in die eerste 4 jaar had meegekregen. Welke kracht zit er in het onderwijs dat ons vertelt wie God is als je klein bent? Ik weet niet hoe jij terugkijkt op jouw kinderjaren. Of je van begin af aan hebt meegekregen wie God is. Of je in een liefdevol gezin bent opgegroeid. Of dat je juist daarin heel veel hebt gemist. God heeft een plan met je leven. Dat is een onderwijs dat door heel de Bijbel heen doorgaat. En telkens weer laat zien dat God niet loslaat wat hij ook in ons leven doet. En daar wil ik je vanavond graag oproepen. Om je toe te vertrouwen aan die God. Je moet niet denken, nou kan er nog van mij wel iets geweldigs worden. Kijk eens naar de moeilijke omstandigheden waaronder Mozes is opgegroeid. Waar hij eigenlijk dat eerste onderwijs eigenlijk als het ware helemaal weggespoeld werd uit zijn gedachten, maar toch naar boven kwam. Hij heeft er jaren over gedaan om die dingen goed op een rijtje te krijgen. Neem er de tijd voor. God is een God van geduld. God is een God van de lange adem. Maar geloof in het plan van God met je leven. God heeft het beste met ons voor. Een plek in zijn koninkrijk. Hoe? Laat je door God leiden. En ga door het geloof de keuzes maken zoals Mozes dat ook deed. En leer. Leer van anderen. Leer van je ouders. Leer van mensen om je heen. Misschien mensen, andere mensen uit de kerk. Misschien andere mensen uit je straat. Mensen uit je familie. Maar kijk naar wat zij hebben geleerd. En spiegel je daarin. Om te ontdekken wat God met jouw leven voor heeft. Zegen daarin. Amen.
Nou, we hebben net gehoord van Gerard dat we hebben te leren van onze ouders, dat we kunnen leren van onze ouders. En ook heel mooi dat we bij Mozes zien ook dat het daar niet bij stopt. Dat hij alleen maar leert, maar dat hij het ook weer doorgeeft. En nou zijn Corrie en Mark zitten hier vooraan. En ik wil jullie eens vragen, Corrie en Mark, van als je nadenkt over jullie eigen leven. Zijn er mensen geweest in jullie leven die belangrijk waren om dingen te leren? Dan wil ik met jou, Corrie, beginnen. Ik kom zelf uit een christelijk gezin. En ik heb in mijn jeugd veel uit de Bijbel geleerd. Door mijn ouders, op school en later op catechisatie. En toen deed ik op een gegeven moment ook belijdenis. En ik deed die belijdenis omdat ik geloofde in de Heer Jezus. Omdat ik geloofde dat Hij mijn zaligmaker was. En toen kwam ik in contact met een andere groep. Jong Nederland voor Christus. Dat is wat broeder Kits, misschien zeggen de ouderen, zegt dat nog wat. Van het zoeklicht in Doorn. En daar zag ik toch iets heel anders. Daar zag ik dat er echt blijdschap was en ook eigenlijk verdriet op de zonde die we meedragen. En dat was voor mij een hele nieuwe toevoeging. En daar kon ik toch niet zo goed bij komen, want ik kwam uit de gereformeerde kerk. En ik was toch best een verzekerd mens, maar niet echt met veel gevoel daarbij. En toen leerde ik iemand kennen uit de gereformeerde gemeente. Nou, dat was weer iets heel anders. En daar ben ik ook een aantal jaren lid van geweest. Ik denk dat het nu zo'n 40 jaar geleden is dat we weer uit de gereformeerde gemeente weg zijn gegaan naar de hervormde kerk. En in die gereformeerde gemeente heb ik ook heel veel geleerd. Daar heb ik geleerd wat voor diepe betekenis Jezus heeft voor ons leven. Daar ging het ook echt voor mijn leven. Maar er was ook wel iets anders wat moeilijk was. Wanneer mocht je geloven in Jezus? En ik moet zeggen, op een gegeven moment heeft de Heilige Geest mij dat geleerd. Hij heeft mij geleerd om niet in mijzelf te kijken, maar op Jezus te zien. En dat was eigenlijk toch wel het hele grote keerpunt in mijn leven. Dus door alles wat ik heb meegekregen in mijn leven ben ik ook gevormd. En daar ben ik eigenlijk ook heel dankbaar voor. En ik ben benieuwd hoe dat bij jou was. Nou, ik heb een wat minder lange historie, maar ik denk dat het er toch ook wel een klein beetje op lijkt. Ik kom zelf ook uit een andere kerk. En daar heb ik ook enorm veel geleerd. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik weet nog steeds gelukkig heel veel daardoor van de Bijbel. En ja, dat was op zich natuurlijk heel mooi. Alleen het leefde niet zo voor mij. Dus op een gegeven moment had ik ook een periode in mijn leven dat ik dacht, ik vind het eigenlijk wel best. Volgens mij, het komt een keer. Maar dat waarschijnlijk later. Maar gelukkig had ik ook nog een paar vrienden die zaten in deze kerk en hier op club. En die zeiden van, kom mee, is gewoon gezellig. Dus ja, prima, dat doe je dan, want dat lijkt me ook wel gezellig. En dat was het ook. En gelukkig waren daar een aantal mensen, onder andere mijn vrienden, maar ook de leiding die in het geloof een enorm voorbeeld voor mij waren. En die daar een soort op andere manier handen aan voeten aan gaven als dat ik eigenlijk gewend was. En ik heb daar proberen in mijn leven een soort combinatie van te maken. Want als ik bijvoorbeeld naar mijn ouders kijk, dat vind ik ook fantastisch hoe een ontzag zij hebben voor de heren. En dat kan ik alleen maar waarderen en bewondering voor hebben. En tegelijkertijd het in je leven verwerken, het gewoon elke dag christen zijn. Dat heb ik denk ik veel meer nog van mijn clubleiding en mijn vrienden ook geleerd en ook
ja, met vallen en opstaan zelf maar gewoon geprobeerd. En later ook hier blijdenis gedaan. En ik denk dat ook in dit jaar ik nou, een beetje gelijk ben met u. Op een gegeven moment door de Heilige Geest ook ja, mogen leren dat, dat het ook voor mij mag gelden. Zeg maar, dat hij ook mijn zaligmaker is. En ja, ik hoop eigenlijk dat dat voor iedereen natuurlijk ook zo gaat. Of al zo is eigenlijk, dat is nog best. Dus ja, ergens is het een verkorte geschiedenis, maar niet heel veel anders, gelukkig. Ik ben ook wat ouder natuurlijk. Ik heb wel een ontdekking gedaan toen ik ging geloven in Jezus. En ja, dat was eigenlijk zo ja, verwonderlijk dat er zo'n ruimte en zo'n vrijheid kwam. Maar ik heb ook iets later nog iets ontdekt. En dat is dat eigenlijk het geloof in Jezus het startpunt is om te kunnen groeien. Dus heel die geschiedenis daarvoor, natuurlijk, die was belangrijk als voorbereiding. Maar op het moment dat ik ging geloven, ervoer ik ook dat geloof eigenlijk een startpunt is. Een startpunt van het leven met hem. En dat ook dan de geest werkzaam kan zijn in je eigen leven. En dat was iets heel wonderlijks, want ik ervoer ook iets anders in mezelf. Ik ervoer op een gegeven moment een weerzin in het leven wat Jezus voor mij bedoelde. En dat vond ik verschrikkelijk, want ja, ik had het idee, ik ben vrij, Jezus is mijn heiland. En toen kwamen die gedachten in mij op. Ik dacht, ik wil zo'n leven helemaal niet. Ik wil heel geen zacht eitje zijn. Ik wil gewoon, ja, wel met Jezus leven, maar op mijn manier. En over onderwijs gesproken, toen ben ik naar een vriendin toegegaan, een gelovige vriendin van de vroegere kerk. En toen kwam ik bij haar en toen zei ik tegen haar, ik is nou zo erg. Ik zeg, nou geloof ik in Jezus en dan krijg ik zulke gedachten in me. En toen zei ze tegen me, ze zegt, joh, daar is Jezus nou juist voor gekomen, door hoe wij zijn. Dus dat was voor mij echt een heel bijzonder onderwijs. En dat maakte me op dat moment ook ja, heel gelukkig. En dat heeft mij er ook toe, dat heeft er ook toe geleid dat ik ben gaan bidden, of God mij wilde maken zoals hij bedoeld heeft. En dat kan alleen inderdaad maar door de Heilige Geest. Ja. En hoe is dat dan bij jou in je leven? Hoe dat vorm krijgt met wat je doet? En ja, hoe dat vorm krijgt. Ik, op het moment dat op een gegeven moment ik dacht, ja oké, nu ben ik kind God en nu? Dat was eigenlijk heel mijn leven, daar leefde hij zo naartoe. Van dat wilde je wel zijn. En daarna wilde ik het eigenlijk niet meer zo zijn. En daarna wilde ik het toch heel graag zijn. En nou, oké, dan ben je het. En dan, ja, wist ik ook niet. En nou, dan ga ik maar gewoon verder met leven. Maar dat lukte ook niet helemaal. Want sommige dingen die in mijn leven die ik deed, die strookten daar niet helemaal mee voor mijn gevoel. En ik ben gaandeweg zo ook dingen gaan doen in de kerk. Zoals, ik ben een clubleiding ben ik geworden. En daar hou ik heel veel uit. Maar vooral ook bijbelstudies met vrienden en soms zelfs, en wat u net zei, ik had laatst was ik een rondje aan het fietsen met een vriend van me en ik zei, joh, wat ik nou lastig vind aan deze coronatijd is ja, die bijbelstudies die gaan bij ons niet door of niet met z'n tienen, maar je ziet elkaar nog wel, maar niet zo op die manier. En ik zeg, ik merk dus aan mezelf, ondanks dat ik weet dat ik een kind van God mag zijn, dat ik eigenlijk ook wel lekker vind. Dat ik er niet over na hoef te denken. En dat speet me dan weer, dat ik dat gevoel had, dat ik dat dus eigenlijk wel prima vond. Maar zo raakte ik wel een soort beetje contact, een diep contact met God een beetje kwijt. En nou, ook hij zei in het kort, hij zei het veel uitgebreider, maar van joh, precies daarvoor is Jezus. Precies daarvoor is hij gekomen. Dat hij die relatie weer veel closer kan maken. En dat is, ja, dat is wel mooi om soms te herontdekken eigenlijk. Heb u zelf nog wat in deze tijd van corona? Ik doe net uit de doeken dat is wat lastig is met bijbelstudies bijvoorbeeld.
Waar loopt u tegenaan op dit moment? Ik mis inderdaad ook het contact met medegelovigen. En dat heb je dan vooral omdat je niet op je bijbelkring kan, niet bij je bijbelkring kan zijn, je vrouwenkring. Verder zijn er incidenteel natuurlijk wel mensen waar je mee kan praten. En waar je ook wel over het geloof praat met elkaar. Dus dat mis ik wel, moet ik zeggen. Het is natuurlijk wel heel, heel fijn dat samen met mijn man kan ik daarover praten. En ook wel met, niet met alle kinderen, maar wel met kinderen kan ik daar ook over praten, over het geloof. En ik moet zeggen dat, eigenlijk moet ik zeggen, ik vind het fijn dat ik hier nu ben met toch weer zoveel mensen. En dat je op moet passen, dat je niet vervalt in het patroon van, lekker makkelijk. Hè, je bent thuis, maar je mist dit toch wel. Dus wat dat betreft is het heel fijn om hier gewoon met elkaar te zijn. Ja. En ik mag ik nog even... Een korte vraag. Ja. Nou, dat is eigenlijk geen vraag. Want we hebben het over onderwijs, dus het is een beetje onderwijs. ik kreeg zelf pas een blaadje onder ogen van de dominee. Die schreef ergens in een blad. En die had het over het geloof. En geloof, dat moet inhoud krijgen. Daar hadden we het natuurlijk net over. En nou staat er in de Petrusbrief iets over dat geloof. En daar staat in, voeg aan je geloof toe. Er staan allerlei dingen achter. Maar er staat eigenlijk dat je van alles in je geloof moet stoppen. En daar had hij een matroeska voor. En die matroeska, die zijn een heleboel poppetjes. En hij zegt, nou, dat geloof heb je daar. Maar in dat geloof, hij zegt, daar moet zijn. Even kijken. De deugd. In de deugd de kennis. In de kennis de zelfbeheersing. In de zelfbeheersing de volharding. In de volharding de godsvrucht. En uiteindelijk de broederliefde en de liefde voor allen. Dus om je geloof volmaakt te maken, omdat het volmaakt is, is het belangrijk dat al deze dingen dus een plek krijgen binnen je geloof. Ik heb zo'n matroeska intussen. En ik ga dus met die grote matroeska beginnen. En ik wil uiteindelijk bij dat kleine poppetje uitkomen. Dat is wat ik nog even wil toevoegen. Dankjewel. En jij ook bedankt, hè? Ja, hartelijk bedankt voor wat jullie gedeeld hebben. En hoe mooi is het als mensen vanuit hun hart praten wat geloof voor hen betekent. En dat is eigenlijk een leermoment. Op het moment dat mensen uit hun hart praten en vertellen over God, dan leer ik daarvan. En dan mogen we zijn als Mozes en als ieder gelovige om het weer door te geven aan de ander. Dankjewel. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in 100 bochten. Maar dat zal ik nooit doen, nee, zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht.
houd mijn hele leven in uw handen. En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd, maar blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De hele nacht lig ik aan God te denken. Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid schenkt mij rust. Dan word ik blij en zeker van mijn redding. Ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. Want u zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst, dat we over u mochten nadenken, van u mochten zingen, u de eer mochten geven. Heere God, wat fijn dat het kan. Wat fijn dat het kan met nog wat meer mensen. Heer, wilt u ook geven dat die trend wat meer mag doorzetten. Heer, wilt u met ons gaan de komende week? Wilt u ons de kracht geven die we nodig hebben? Heer, wilt u ons ook donderdag weer bij elkaar brengen als het hemelvaartsdag is? Als we u ook daar gedenken. Heer, zo bid ik dat u niet omdat wij het verdienen, maar enkel uit genade. Amen. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles wat u van mij verlangt. O God, zegen mij. Regen op mij met uw geest in. Jezus, kom tot mij als de bron van leven. Die ontspringt diep in mij. Breng
steeds mooier wordt voor mij. Zegen ons, waar we in geloof voor leven. Zegen ons, waar we hoop en liefde geven. Zegen om de ander tot zegen te zijn. O God, zegen ons tot zelf een bron te zijn met een hart vol vrede. Zijn wij zegenend nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Met een hart vol vrede zijn wij zegenen nabij van uw liefde delend, waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. Uit de geschiedenis van Mozes kun je leren dat God nooit loslaat, ook al is de situatie nog zo donker en zo lastig. Maar als God je leven leidt, brengt Hij je bij je bestemming die Hij voor ogen heeft. En ik wil je graag de zegen meegeven van Sint Patrick. De Heer zij voor je om je de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast je om je in zijn armen te sluiten en je te beschermen tegen de gevaren van links en van rechts. De Heer zij achter je om je te bewaren voor gemene aanvallen van de boze, van anderen. De Heer zij onder je om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer zij om je heen om je te verdedigen als mensen over je heen vallen. De Heer zij boven je om je te zegenen. Moge God zich altijd over jou ontfermen, nu en altijd. Amen.